Het RTV Arnhem jaaroverzicht. De archeologische opgravingen in landgoed Klingenbeek, de gemeente die houdt vast aan de bomenkap en het WK Inline Skate 2018. Welkom bij het RTV Arnhem jaaroverzicht 2018 van de maand juli. De Arnhemse Rekenkamer heeft de informatieveiligheid en privacy binnen de gemeente onderzocht. Een hacker stelde vast dat alle belangrijke processen van Arnhem toegankelijk en manipuleerbaar zijn. Bovendien is de Connectie, de organisatie die verantwoordelijk is voor de informatieveiligheid, onvoldoende in staat de situatie te verbeteren. Is dit zorgwekkend? Ja, wat voor ons als gemeente heel belangrijk is de bescherming van persoonsgegevens. Dat is heel erg belangrijk. En we hebben de Rekenkamer elk jaar, doet het random onderzoek over processen en mensen en automatiseringssystemen of dat op orde is. Er zijn een aantal zaken uitgekomen die absoluut verbetering benodigden. En die hebben wij als gemeente direct opgepakt. Daar zijn direct testen op uitgevoerd. Die zijn ook goed bevonden. En we hebben ook het advies van de Rekenkamer overgenomen. Voor zowel de korte als lange termijn. En daar zullen we ook met de Raad regelmatig ook een update verzorgen. Ja, u zegt dat is allemaal opgepakt. Daar lijkt de Rekenkamer toch wat anders te denken in zijn rapporten. U heeft het namelijk uitbesteed aan de Connectie op dit moment. En de Rekenkamer zegt ervan dat de Connectie is totaal niet in controle. De manier waarop ze ons advies hebben opgepakt maakt niet dat die inhoudelijk verholpen gaan worden. Dus ook daar heeft u wat te doen. Nou, we hebben de Connectie, zoals u weet, is een dik jaar geleden is verzelfstandigd. Dat is de automatiseringsafdeling van de gemeente. En daar zijn een aantal maatregelen getroffen naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer. Ja, en volgens de Rekenkamer zijn die dus onvoldoende? En we hebben die maatregelen, zoals ik al zei, de Rekenkamer heeft dat getoetst. Heeft een aantal verbeteringen gezegd, dat moet absoluut opgepakt worden. En dat hebben we inderdaad gedaan. Het gaat natuurlijk om het sociaal domein. Dat zijn natuurlijk kwetsbare groepen ook. Dat betekent in principe dat de Rekenkamer zegt van ja, de privacygegevens van patiënten, scholieren, vluchtelingen, kunnen met een beetje goede wil vrij makkelijk op straat liggen. Dat is in dit geval niet zo. We hebben namelijk, we moeten dus zien dat de gegevens van onze persoon in de stad zijn allemaal in brokken opgestukt, zodat je er niet zo in 1, 2, 3 bij kan. En dat is in dit geval ook niet zo. En we zijn nog weer verdere stringente eisen gaan doorzetten, dat het ook nog verder afgeschermd gaat worden. Dus voor ons is het ontzettend belangrijk en we zullen hier in de toekomst alleen maar meer aandacht aan geven. Vanavond een debat, of in ieder geval een stemming over een onderzoek van de Rekenkamer over het privacybeleid. En hoe toegankelijk eigenlijk privacygevoelige gegevens zijn voor de Arnhemmers. Dat is ook vrij heftig. Wij hebben ook aangegeven dat wij erg geschrokken zijn. Er is ook niet niks wat er gebeurd is. Als je daar allemaal bij kan, dan kun je feitelijk zeggen dat de privacy en de IT-veiligheid toch wel in het geding is geweest. Het gaat met name om het sociaal domein. Hè. Daar vallen thema's als onderwijs, zorg, inburgering vallen daaronder. Patiënten, jongeren die naar school gaan, vluchtelingen. Ja, dat die gegevens voor een beetje hacker vrij makkelijk op straat liggen. Dat lijkt me toch zorgwekkend. Dat is ook zorgwekkend, daar heeft u helemaal gelijk in. En het ging niet alleen om het sociaal domein. Eigenlijk lag alles open en bloot. Als je de brief goed leest, degene die deze test uitgevoerd heeft, die was in staat om zich administratorrechten toe te eigenen in het netwerk van de gemeente en kon daardoor overal bij. Ja. Nu zegt u, ik vind dat het college adequaat gehandeld heeft. Daar dacht de Rekenkamer toch anders over. Ze zeggen namelijk de Connectie, de partij die verantwoordelijk is om dit voor de gemeente te regelen, is totaal niet in controle. En met de terugkoppeling die zij gehad hebben van de Rekenkamer en de wijze waarop de aanbevelingen in projecten geïmplementeerd zijn, zegt de Rekenkamer, zal er totaal niets of in ieder geval onvoldoende inhoudelijk verholpen gaan worden. De Connectie is niet in controle. Ja, de Connectie heeft nog behoorlijk wat te doen. Dat is ook de reden dat ik aangegeven heb van het gaat niet alleen om technologie. Het gaat bij IT-veiligheid ook heel erg om mensen, om processen en vooral ook op het toezicht. Hoe controleer je dat je de afspraken die je maakt in een organisatie, hoe je met de IT om wil gaan, hoe je met de IT-veiligheid om wil gaan. Hoe controleer je en hoe constateer je dat al die afspraken ook werken. Dat noemen we een heel duur woord, dat heet dat de governance, zoals ik dat vanavond genoemd heb. Dat is ook wat de Rekenkamer in zijn rapport zegt, dat die governance niet goed op orde is. Dat is een punt, daar heb ik ook aandacht voor gevraagd. En daar gaat het college ook zeer nadrukkelijk de komende tijd wel mee aan de gang. Ja. Maar moet de Arnhemse burger nu zorgen maken? Want samenvattend, gegevens zijn makkelijk bereikbaar en de partij die verantwoordelijk voor is, weet eigenlijk onvoldoende wat ze aan het doen zijn.
ja, lijkt mij niet echt veel reden om lekker te slapen. Nee, ik denk dat de Arnhemse burger zich geen grote zorgen hoeft te maken. Wat er gebeurd is, is niet niks. Maar degene die die test uitgevoerd heeft, die moest al in het fysieke netwerk van de gemeente aanwezig zijn. Dat betekent dat, wat ik altijd maar zeg, die 2 miljoen hackers die op het internet rondlopen en iedere dag aan allerlei deurtjes lopen te rammelen en kijken of ze ergens binnenkomen, die konden er niet bij. Dat is ook in eerdere onderzoeken, penetratietesten noemen we dat, van buiten naar binnen toe, is dat ook aangetoond dat dat niet succesvol kon zijn. Wat hier gebeurd is, is dat iemand zich in een van de gebouwen van de gemeente zich fysiek toegang tot het netwerk heeft weten te krijgen. Fysieke aansluiting, zo staat dat ook netjes in de brief. En zich op die manier uiteindelijk ook netwerkrechten heeft toegeëigend. Had niet mogen gebeuren, dat zal ik ook aan alle kanten bevestigen. Dat had zeker niet mogen gebeuren. Maar er moest wel het een en ander eerst vooraf gaan voordat hij erbij kon. Dinsdag 10 juli bleek uit de zitting van de bezwarencommissie in het stadskantoor van de gemeente Arnhem dat de gemeente onder GroenLinks-wethouder Katelijne Bouwkamp vasthoudt aan de kap van 5 bomen in het Lauweschachtpark. RTV Arnhem sprak met burgers die bezwaar aantekenden. Het grote probleem is dat de gemeente die gaat een plan doorvoeren in een stadspark, wat vooral bestaat uit de kap van 8 bomen. Dat zijn verschillende aantallen genoemd tijdens de hele rit. Maar het grote probleem is dat de gemeente dit niet behandelt als een stadspark, maar als een normale groenvoorziening. En wil dus alleen maar belanghebbenden erkennen die er omheen wonen. En dat leidt tot de absurde situatie dat alleen dus direct omwonenden, maar niet de gebruikers zelf en de mensen die dus heel daar vaak vertoeven, daar iets volgens de gemeente over te zeggen zouden hebben. Wat voor juridische middelen heeft u om dit aan te vechten? De motivatie van de gemeente om dit plan door te voeren is steeds verschillend geweest. De communicatie is op een hele onduidelijke manier en vaak helemaal niet uitgevoerd. En het probleem is dat het niet getoetst is aan wat het bestemmingsplan eigenlijk voorschrijft aan een park in dit geval. Ik spreek met een ouder van een kind op de Montessori-school Binnenstad naast het Lauweschachtpark. U maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit bij de school van uw kind. Ja, dat klopt, ja. Ja. De kinderen die zitten daar 5 dagen in de week op school. De luchtkwaliteit in dat gebied is zeer slecht. En dat is al een paar jaar, zo. In 2017 hebben wij een aantal bomen gedoneerd gekregen van raadsleden om samen met de kinderen aan te planten om aandacht te vragen voor die luchtkwaliteit. In totaal waren er 15 bomen gedoneerd door raadsleden. Van de 26 raadsleden 15 bomen voor onze school. 6 hebben we er nabij de school kunnen aanplanten en 9 andere bomen die zouden later aangeplant worden in de Lauwersgracht. Dat is toen toegezegd als zijnde extra bomen in de Lauwersgracht om aandacht te vragen voor een betere luchtkwaliteit. Nu worden die bomen aangevoerd als zogenaamde compensatiebomen voor de bomen die op de lijst staan om gekapt te worden. En dat klopt gewoon feitelijk niet. Het zijn bedoeld als extra bomen en niet als compensatiebomen. En ik weet niet zo goed hoe ik dat aan de kinderen moet uitleggen. Dus ik heb de gemeente gevraagd om zelf naar school te komen en het in de klas aan de kinderen te vertellen wat er dus met die bomen gebeurd is. De toon in het Arnhemse debat verhardt. Hoe kijken we hier 9 maanden naar het rapport van professor Paul Frisse over de bestuurscultuur en omgangsvormen in de Arnhemse Raad tegenaan? We spraken hierover met burgemeester Ahmed Marcouch, VVD-raadslid Rebin Maref, Denkverenigd Arnhem-raadslid Hildrim Oesta en SP-fractievoorzitter Gerry Elfrink. In onze samenleving, in onze democratische rechtsstaat, is vrijheid van meningsuiting een verworven goed. Maar dat gaat wel natuurlijk gepaard met dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor wat ze zeggen. En ik vind juist in de arena van het politieke debat in de Raad moet je kunnen zeggen wat je vindt. Maar het gaat hier vooral ook hoe ga je met elkaar om. En ik vind juist dat de Raad en raadsleden, maar dat geldt natuurlijk ook voor bestuurders. Je bent een voorbeeld voor hoe je dat gesprek ook in de samenleving graag ziet. Mm-hmm. En als we elkaar dus op allerlei manieren gaan betichten, verdachtmakingen, dan leidt dat ertoe dat
ja, dat je daarmee eigenlijk ook de goede dialoog, de goede ontmoeting waarin je van ideeën kunt wisselen en in alle scherpte ook over onderwerpen kunt discussiëren, ja, dat vertroebelt dan. Dus wat mij betreft is het van belang dat we de dialoog met elkaar blijven opzoeken, dat we het debat voeren op zijn scherpst wat mij betreft. Binnen de kaders van onze wet, maar wel respectvol. Je moet aan het eind van zo'n debat ook elkaar de hand kunnen geven. Omdat je uiteindelijk hetzelfde wil. Namelijk een veilig Arnhem. Een Arnhem waar iedereen zichzelf kan zijn. Ongeacht je geloof, ras of geaardheid. Ik hoor u daarin ook wel tussen regels doorzeggen. De manier waarop we elkaar nu soms daarin benaderen is niet de juiste weg. Tegelijkertijd bent u ook natuurlijk de voorzitter van die raad. Hoe ziet u uw rol om daar iets in te betekenen? Nou ja, kijk. Ik vind dat we met elkaar moeten debatteren. Er moet ook ruimte zijn voor het debat. Maar daar heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid in om dat op de beste en de goede manier te doen. En je moet elkaar daarin ook blijven aanspreken. Dus voor een deel is dat natuurlijk de rol van de burgemeester en de voorzitter van de raad. Maar het is ook ieders verantwoordelijkheid en taak. Om elkaar aan te spreken op de manier waarop we met elkaar het gesprek voeren, het debat voeren. En uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar ook besluiten moeten kunnen nemen voor de stad. Ik denk dat het goed is dat het ook vanavond op de agenda stond. En dat het, daar hebben we ook duidelijk over uitgesproken. Dat is niet de manier waarop wij met elkaar om willen gaan en waarop wij het debat willen voeren. Dus zouden wij nooit voor kiezen om die manier het debat te voeren. Nou, het is de heer Oesta die allerlei vergelijkingen heeft gemaakt met Nazi-Duitsland. Dat hebben wij niet in zijn richting gedaan, helemaal niet. Dus er zijn geen beschuldigingen over en weer. Nou ja, inderdaad, het is natuurlijk niet fijn dat er een bepaalde verharding zit in het debat. Nou, moet ik wel zeggen dat je af en toe wel een hard debat kunt voeren. Maar het moet natuurlijk niet de gewoonte zijn. En zo staan we er wel in voor de komende 4 jaar dat het geen gewoonte moet zijn. Rondom het landgoed Klinkelbeek worden archeologische opgravingen verricht. Wij spraken met stadsarcheoloog Leo Smolen over de vondsten en wat er verder te vinden valt. Wat vindt hier precies bij Klinkelbeek plaats? We zijn bezig met proefsleuvelonderzoek, dus archeologisch proefsleuvelonderzoek die vooraf gaat aan de ontwikkeling van het plangebied. En we zijn hier om te kijken wat heeft hier gezeten vroeger en wat vinden we daarvan terug. In 2012... 2013 hebben we hier eerder gegraven, toen vooral richting het huis zelf. Daar hebben we heel veel sporen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, loopgraven, dat soort dingen. Komen we nu ook tegen, maar nu zitten we echt aan de noordkant, dus langs de Klingelbeekse weg zijn we nu begonnen. We graven ook onder begeleiding van de opsporing van conventionele explosieven. En niet voor niks, want we komen dus ook allerlei geschut tegen uit de oorlog. Nu nog klein kaliber, gelukkig. Alleen kleine kogeltjes van de geallieerden, die dus eigenlijk uit het westen hier kwamen met de slag om Arnhem richting de brug. Ook nog één staartje van een granaat. Dus eigenlijk al in de eerste sleuf was gelijk prijs wat dat betreft. Maar wat sporen betreft, dus eigenlijk wat de archeologische resten betreft, is eigenlijk wat we nu tegenkomen, lijkt vooral prehistorisch. Dus weinig vondstmateriaal, kleine kuiltjes, maar wel wat aardewerk. En dat duidt echt op prehistorie. Dus dat is erg, toch wel weer bijzonder. Vroeger lag dit natuurlijk buiten de Arnhemse stadsmuren op de Utrechtse Heuvelrug. Wat weet u van dit gebied en wat hoopt u hier te vinden? Ja, we zitten hier op de stuwwal van Arnhem en daar buiten de stad. En wat hopen we te vinden? Dus sowieso resten van het huis, van misschien van voorgangers van het huis. Het al teruggaat tot de 14e eeuw weten we dat hier een landgoed was. En dus we hopen daar wat van te vinden. Middeleeuwse resten, Tweede Wereldoorlog, maar ook prehistorie. Hè. We hebben hier tegenover bij Hoogstede ook gegraven. Er kwam veel prehistorie naar boven uit de Romeinse tijd. We hebben Castellum hier natuurlijk aan de overkant van de Rijn gehad. Dus dicht op het Romeinse Rijk eigenlijk. Dus wie weet vinden we daar nog resten van. Het is echt alle perioden kun je hier verwachten. Van steentijd tot eigenlijk de Koude Oorlog. Want daar was dit ook nog een strategische plek van. Hier bij het haventje wat erachter zit. Dus echt kunnen alle kanten op. Dat is heel erg leuk. Het WK Inline Skating is in volle gang. RTV Arnhem was er natuurlijk bij.
een groot evenement. Wat is dat voor evenement? We hebben het WK Inlineskaten en het WK Freestyle in Arnhem. Hier bij de Blauwe Golven hebben we een wegparcours van 400 meter. Daar worden verschillende onderdelen op gereden. Van sprint tot 20 kilometer afvalrace. En het freestyle gedeelte is op de trans. Daar gaan mensen tussen pylonnen door als een soort dansachtige vorm. En het gaat heel erg snel. Jurysport, ook heel spectaculair om te zien. Op de Weertjesstraat hebben we de nodige dingen voor kinderen in de vorm van urban sports. Dan kunnen ze zelf de kinderen echt aan de slag. En we hebben de 100 meter sprint. En uiteindelijk op zondag hebben we dan een marathon. En dan gaan de beste marathonrijders gaan 42 kilometer rijden over bij de bruggen heen. Dus ook dat is heel leuk om te kijken. Het is niet al te makkelijke parcours, heel ruw asfalt, dus dat maakt het wel uitdagend, zal ik het noemen. Maar ik denk dat het een zware wedstrijd gaat worden vanavond, dus dat is wel mooi. Vandaag was de start van Ome Joop's Tour vanaf de Markt in Arnhem. Het was de 68e editie van deze Tour. RTV Arnhem was daarbij aanwezig en sprak met tourdirecteur Marcel Legersteen en vrijwilliger Ben Pas, die het startschot loste. Marcel, spannend, de 68e keer vandaag, start van Ome Joop. Ja, het is, we staan weer aan een mooie editie, een mooie missie weer. De weergoden gaan meewerken, dus we gaan er heel veel plezier van maken de komende dagen. Waar ga je allemaal naartoe? Nou, we gaan dit jaar naar het hoge noorden, we gaan naar Groningen. Groningen, een provincie wat de laatste jaren heel veel aandacht heeft gekregen met aardbevingen, veel onrust onder de bevolking. Maar wij gaan zonnetjes brengen. De zon schijnt hoog aan de hemel. Maar wij gaan dit jaar een hele mooie route rijden via de Achterhoek van Ulft naar Deventer, Hellendoorn, Hogeweg, Groningen en dan volgende zaterdag komen we even in Arnhem, een half uurtje stoppen we. Ja, wat er gebeurt, iets bijzonders in Arnhem, hè? Ja, daar komt de oude hondenkop van de NS, dat is van de Stichting Hondenkop, een antieke trein. Die gaat ons verplaatsen van Groningen naar 's-Hertogenbosch, waar we dan gaan genieten van de treinreis. En dan gaan we zo naar Den Bosch, naar de Efteling, Mannenos, dinsdag naar Reden en woensdag komen we in Arnhem aan. Wat ga je aan de hitte doen voor de kinderen? Ja, onze lieve heer, dat is de enige spelbreker dat wij de temperatuur niet kunnen verlagen. Maar wij gaan wel de etappes eerder starten s'morgens, zodat we s'morgens in de koelte gaan rijden. Zodat we eerder op locatie komen. En dan hebben we zwembad al geregeld. We hebben een extra trainer met heel veel water en drank. Dus laat maar komen. Hoeveel kinderen doen er mee dit jaar? 136 renners hebben zich dit jaar aan de start gemeld. Helaas wat minder dit jaar. We hadden 156 kinderen plek. Maar ja, we weten het niet. Maar dit is ook al een mooi aantal om met deze kinderen te gaan genieten. Je hebt er zin in? 100%. Nou, vandaag start van Ome Joop. Hoe vindt hij dat? Nou, ik vind het geweldig, maar ook wel een beetje emotioneel. Want ik ga afscheid nemen van de Ome Joop's Tour. Je bent jarenlang mee geweest, hè? Ik ben alles en alles met de kinderen tijd 50 jaar met de Ome Joop's Tour mee geweest. Wat heeft u daar allemaal in Ome Joop's Tour gedaan? Nou, ik ben begonnen als putjeschepper, al wel voor de toiletten. En daar ben ik nooit meer vanaf gekomen. Dat vond u ook leuk om te doen? Nou ja, er moest toch iemand die moest het doen. Maar u vond het leuk om met de kinderen samen te zijn, hè? Met de kinderen. Wij zeggen altijd, ik heb het van de Ome Joop Legersteen zelf meegemaakt. Dat hij zegt, ik heb 85 diamanten bij me. En nu hebben we 159 diamanten bij ons. En die moeten wel teruggebracht worden. Ja, dat is een hele verantwoording, hè? Een hele verantwoording. U mag straks het startschot lossen. Wat vindt u daarvan? Emotioneel vind ik het leuk. Emotioneel vind ik het leuk om het te doen. Maar u was er liever bij geweest, maar gezondheidsproblemen laten het niet toe, hè? Helaas, de gezondheidsproblemen laten het niet toe. Maar u gaat het wel volgen, hè? Er is alles te volgen, natuurlijk, hè? Ik ga een woensdag ga ik alweer naar Nijverdal toe en dan daar woont mijn familie. En dan ga ik nog even bij de Tour weer langs. En zondag naar de Efteling. U houdt ze in de gaten. Ik houd ze in de gaten. Het RTV Arnhem jaaroverzicht.